Ik zie nog steeds mensen nu de oranje singel oversteken. We gaan even kijken. Komt er nog wat aan? Ik weet niet of jullie wat kunnen zien. Ja, een meneer met een roze shirt en die loopt echt wijdbeens, alsof hij heel veel pijn aan zijn voeten heeft. Ja. Meneer wijdbeens? Ja, ja. Ja, maar serieus, ik denk dat hij wel nog binnen moet komen, maar dat hij het echt bijna niet meer vol kan houden. Oké, ik ga even kijken of ik hem kan zien. Hij heeft een hoed op en een roze shirt en hij heeft nu zijn armen uitgestoken en hij doet een juichbeweging. Waarschijnlijk heeft hij net gehoord dat we tot kwart over vijf mogen. Sta je conditie te trainen? Oh, je bent aan het rennen. Ja, heel goed van je. Ik ren er even heen. Ja. Even kijken, ik kan hem nu nog niet zien. Hij loopt net over het kruispunt. Ik denk toen 10 meter op de Prins Bernhardstraat. Ah, ik zie hem lopen, ja. Ja. Even kijken. En hij heeft een meneer voor zich met een lichtroze t-shirt. Die hoe lang is er nog? Support. Nog 1 minuut 12. Oei, oei, nee, nee. Ja, dat wordt wel heel spannend. Ja. Ja, hij doet het heel rustig aan. Gaat denk ik niet redden. Ja, ik denk dat hij ook echt niet meer harder kan, Mike. Dat hij zo pijn aan zijn voeten heeft, dat dit is wat hij nog kan. Ja. Nee, omdat hij net nog stond te juichen. Ik denk, hij is nog wat ja, maar dat is even, denk ik, even de pijn weg halen. 50 seconden nog, Nick. Zo, 50 seconden. Ja, en misschien nog een half minuutje extra, als de coulant zijn. De weg is trouwens afgezet. Ja, zie je het. De kruising. Ja. Dus dit is echt de laatste. Dag meneer, gaat het nog? Ja, ik dacht het wel, hè. Ja. Nou, 2 minuten lopen, dan... Ja, loop gerust door, zou ik zeggen. Moet wel binnenkomen natuurlijk. Even nog heel even. 25 seconden. Hoe lang heeft u, zegt u? 25 seconden. Ja, 25 seconden hoor ik in mijn oortje. Hij schokt. Deze man heeft u veel pijn aan uw benen? Ik ga even... Ja, oké. Okay. Hij wil zich concentreren, dat snap ik natuurlijk. Dat snap ik, ja. Dat is helemaal prima. 5 seconden. Ziet er wel inderdaad dat hij pijn heeft. Ja, nou, dan gaan we aftellen. 3, 2, 1... Banzai. Ja, en nu is het weer afhankelijk van de scanmensen of hij nog gescand wordt of niet. Want hij heeft denk ik nog een minuutje nodig om bij de scanapparaten te komen. Ja, zijn ze coulant of zeggen ze helaas pindakaas? U heeft het gewoon niet gehaald. Ja, daar zijn we benieuwd naar. Daar zijn we benieuwd naar. We gaan even luisteren wat het beste man te zeggen. Laten we het tempo even wat verhogen. Ja, misschien had dat iets eerder. Oké, dan gaan we even lopen. Volgens mij zijn het onze hij wil graag doorlopen, dat is natuurlijk logisch. Ja. De beste man die loopt wijd. Ik denk dat hij gewoon niet meer kan eigenlijk. Nee. Ik sta nu ook op de borden inderdaad dat de finish is verlengd naar kwart over 5. Ja, dat is het dus nu al geweest. Ja. Ja. Mijn grote vraag is nu vooral, is de leiding weer zo coulant dat ze het hem eigenlijk gunnen dat hij nog afgescand gaat worden? Ja. Maar de beste man laten we even met rust, want hij wil graag alleen gelaten worden. Maar ja, snap ik. Ja. We blijven natuurlijk wel bij hem. Ja. Ja, omdat we willen weten of hij het gaat halen natuurlijk. Nou, Mike zei, de hekken waren dicht, dus er kunnen echt geen wandelaars meer nu komen. Of ze moeten over het hek heen klimmen. Maar deze meneer is nog voordat de hekken dingen dicht gingen, is hij op de Prins Bernhardstraat gekomen. Met een beetje geluk en een beetje coulance van de organisatie wordt hij afgescand. Ja, ik hoop het voor hem. Hoe ver is het nog? Ook. Ja, we staan er zo wat op. We staan er bijna op. We lopen nu onder de laatste brug door en dan moet hij links of rechts. Even kijken, hij heeft een witte band, dus hij moet naar rechts. De witte band is van de 30 kilometer. We volgen jullie nu ook via de camera. Zien we jullie nu ook daar naartoe wandelen. Okay. En voor de mensen die radio luisteren, op dit moment schuifelt deze meneer richting de scanapparaten. En wij zijn nu gewoon heel reuze benieuwd of hij afgescand wordt en morgen weer mag starten. Meneer, mag ik even vragen? U loopt met deze man mee? Nou, ik heb hem opgepikt op de valkade. Ja, u zag hem lopen en u dacht, die moet ik halen. Ja, ik moest toch naar Faber, maar ik dacht, ik verleng het even. Ja. Ik help hem even. Even een stukje meelopen. Nou ja, maar hij had het moeilijk, dus ik dacht, ik Waar had hij last van? Ja, van spierpijn vooral. Oh. Ja, hij zei, ik heb heel veel spierpijn. En hij vroeg aan mij ook van, wil je een stukje voor me lopen? Dan kan ik me daaraan optrekken. Ja. Maar ik ben bang dat we het net niet halen. Ja, wie weet, gisteren zijn de mensen nog wel wat later afgescand. Dus ja, wellicht komt er nog wat extra tijd bij. Faber komt die meneer er bijna niet door. Is het zo druk daar? Ja, het was zo druk. Slecht geregeld of is dat gewoon toeval? Het is wel al weggehaald, terwijl je tot kwart over 5. Ja. Dus misschien kan ik ook nog een goed woordje voor hem doen. Dus dat is wel slecht geregeld? Ja, dat vond ik... Nou, niet slecht, maar normaal is de eindtijd 5 uur. Ja. En nu hebben ze hem een kwartier verlengd.
Alleen ze hadden niet echt rekening gehouden met de hekken weghalen. Nee, oké. Okay. Maar ik weet ook niet waar die meneer nu moet zijn. Maar... Ja, bij de 30 kilometer. Ik even kijken, hij loopt achter ons. Ja. Even kijken, we gaan hem volgen naar de eindstreep. Als hij nu bijna omvalt, dan moet wel blijven staan natuurlijk. Oh nee. Ja, we zijn nu bijna 3 minuten over 4:15. Dus best wel buiten de tijd. Hij wordt nu nog ondersteund door mensen die daar toevallig stonden. Ja, ik weet niet of jullie het zagen. Nee, wij zagen hij het wilde, niet. Hij wilde een stap zetten, hij valt nu weer bij. Oh joh. Oh jee. Het ziet er niet goed uit. Ja, ik denk, hij zegt spierpijn, de man die ik net sprak. Dat was de man die even vooruit liep om de beste man te begeleiden. Ik zie ook dat onze regie nu de camera gewoon weer overall heeft gezet. Omdat okay. dit hoeven we niet te zien. Nee, dat snap ik. Het is, nou goed, hij loopt nog wel. Ja. Zijn jullie... Even kijken. Gaan we scannen? Hij gaat scannen. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het goed proberen. Ja. Ja. Ik vroeg het even aan een vrouw die hem hielp. En die zei dat ze het gaan proberen. Oké. Okay. Dus nou is het de vraag of er gescand gaat worden. Oh. Ja. Ik zie wat mensen staan. Jeetje, wat spannend. Wordt hier nog afgescand? De scanners zijn op. Scanners zijn op. Dat was het probleem. Dus dan is het afgelopen. Die zijn opgehaald, dat doen wij niet. Nee, oké, okay, duidelijk. Ja, dan is het helaas voorbij. Wat erg. Oh, wat erg voor die meneer. Ik heb een nieuwe kans dan. Kom op. Dus gaat u nog even in gesprek? Ja, dit is, even mee. Is echt heel vervelend en heel jammer. Luister even mee. Scanners ophalen als het 4:15 is. Ik bepaal dat niet. Nee. Maar ik vind het heel sneu voor u, meneer. Ik heb gewoon pech. Ik vind het wel krap. Ja, ik vind het wel krap. Ik heb al heel erg het best gedaan. Ja. Was het te druk op het Faberplein, meneer? Nou, gezellig druk. Gezellig druk. Gezellig druk. Alleen, die kunnen niet sluiten. Bent u daar dan wat later? Ja. Het is niet anders. Het is niet anders. Nee. Volgend jaar weer een kans. Ja. Gaat u rustig zitten. Ja, tuurlijk. Neem het over. De mensen van het Rode Kruis snap ik. Willen hem overnemen. Ja, prima. Nou, de beste man, met een lach zegt hij net. Ja, heel sportief. Ja, ik heb gewoon pech gehad. Ja. Zo is het ook gewoon weer. Maar zo is het toch alweer een spannend einde geweest vandaag. Heel erg spannend. Je kan er weer van zeggen wat je wilt. Maar toch maar weer een kwartiertje uitgesteld. Ja.